Nou, men moet er nog een keer over spreken. NGS. Ze zijn er... Inhoudelijke verschilpunten of vragen zijn... dat is het geheim van de GS-zaal. Daar doen we nooit uitspraken over. Net zo min als er over beraadslagingen in de ministerraad... dat nooit mededelingen worden gedaan. Nee, begrijp ik. Maar ja, er werd zelfs vandaag een persconferentie belegd. Dus het impliceerde allemaal dat de heren eruit waren. En dan toch eigenlijk een paar uur van tevoren... komt het bericht naar buiten dat het toch is uitgesteld. Ja. Ja, dat is feitelijk helemaal juist. Ja, en u kunt mij niet vertellen wat daar... Nee. Ik weet het ook niet, maar ik bedoel, kan er ook geen navraag naar doen, omdat gewoon dat de best GS is. Het is natuurlijk wel zo dat we vanochtend dachten, en ik heb het er ook met gedetailleerd over gesproken, dat het vandaag besloten zou worden. Ja. Dat wordt nu naar volgende week dinsdag doorgeschoven, dus... Ja, het is niet zo dat er bijvoorbeeld nieuwe feiten boven tafel zijn gekomen die dit uitstel tot gevolg hebben. Maar ja, ook daar doe ik geen uitspraak over. Oké, okay, nou, dat is een... Uiteindelijk doet het er niet zoveel toe wat nu de reden is van het uitstel. Nou, het maakt natuurlijk wel heel erg nieuwsgierig, hè, op het moment dat iedereen zit te wachten. Ik zat hier ook natuurlijk niet op te wachten, op dit soort vragen, omdat ik die... uitnodiging vanochtend nog niet uitgestuurd. Ja, begrijp ik. Is het wellicht bekend wanneer volgende week de uitslag wordt verwacht? Welke dag, datum? Ja, ik denk dat het ook dinsdag gaat worden, maar laten we even afwachten hoe het volgende week loopt en of er dan wel een besluit ligt. Okay. Waar we ons nog wel van uitgaan. Oké, okay. Helder. Nou hebben we